bal in het begin gekregen. De Zuurwip biedt zich aan, maar Rep houdt die bal nog even. Hij komt naar binnen, raakt de bal vrij onnozel. Johnny Rep oprecht de bal in het bezit. Hij heeft de bal onder de voet. Ze willen terug dan naar Wim Rijsbergen. Die zoekt de medespeler en dat wordt Ruud Krol. Die krijgt hem op niks te pakken en dan gaat die bal helemaal rond. Terwijl Uruguay er niet aan kan komen. Weer die bal bij Ruud Krol terechtgekomen naar Wim, door de Wim van Aanigen. Ruud Krol heeft die bal van misschien gaat schieten. Ja, hij krijgt de kans. Hij schiet. Oh, nee! Dat kan niet meer dan een halve meter geweest zijn. Van Blankenvoort, Van Doekenvoort, daar Krol. Krol helemaal in zijn eentje hier op links. Daar loopt Johan Cruijff zich vrij. Daar plaatst de Krol heel erg slecht. En doet hij de Colombiaanse-vereniging ingrijpen. En het was een hele goede paas op Anastasi. Anastasi die er verder nog niet erg veel mee kon doen. Dat de Italianen...